Ik ga naar het café gaan. Ik ga vandaag een stek broodje maken met rucola. Dat ik nu even ga plukken uit de serre. Een lekker broodje gaan halen bij de bakker. Goed vlees gaan halen bij een beenhouwer. En dan nog een paar dingen en je hebt een lekker broodje. Maar eerst de rucola. Genoeg rucola of raketsla. Nu tijd voor de slager en de bakker. Nog een paar boeken mee voor inspiratie. Ja, hier zijn we weer. Mag ik een baguette, alsjeblieft? Zo, een baguette, alsjeblieft. Mec! Qui, voilà! Réussi! Ja, merci, hè, zo gezegd. Right, brood heb ik. Volgende stap: het vlees. Ja, daar ze. Hoe is het? Goed. Nee, niet. Daar staan. Nee, ik heb plan, ik heb plan. Ik had bavette besteld. Yep. Nice. Mocht mij daar ook nog zo'n twee van die spieringsjes bij geven, alsjeblieft. Het is ondertussen al namiddag. Ik ben topvlees gaan halen bij de Breugel, onze slager hier. Een lekker broodje bij Flan Breton. Bij Frederik en Petra, als jullie kijken. Goedendag. Ik heb daar nog 2 jaar of zo gewerkt. Heel simpel recept. Gewoon een broodje met een heerlijk gebakken stek. En we gaan dat doen met gepelde biefstuk. Dus dat is niet zo duur, maar wel heel, heel lekker. Eerst en vooral de bavette of gepelde biefstuk. Dat is een redelijk goedkoop stuk rundvlees. Sorry dat ik onderbreek, maar het kon even niet anders. Ik erger mij mateloos aan het feit dat ik altijd naast de camera kijk. Zo. Omdat er elke keer mensen passeren vooruit en ik ben daar nog niet echt gewoon, dus ik kijk altijd naar die mensen. Goed, dus je weet dat, dat gaat gebeuren in dit filmpje. Terug naar het filmpje. En je ziet, er is redelijk veel draad in dat vlees, waardoor dat misschien iets taai is voor de meeste mensen, maar wel veel meer smaak in zit. Dus als je alles straks mooi tegen een draad gaat snijden, gaat dat echt heerlijk zijn. Ik ga dat nu eerst kruiden met peper en zout langs de twee kanten. Het is heel belangrijk om het vlees goed te kruiden, zo gaat je een lekkere kruidenkorst krijgen. Een goede schut olijfolie in een heel warme pan. En ik ga het vlees 3-4 minuten per kant bakken, maar ik ga wel nog één ding toevoegen. 2 gekneusde teentjes look en dat gaat een lekkere smaak geven aan de olie en dus ook aan het vlees. En terwijl dat het vlees bakt, een lekker stokbrood, vers van mijn bakker, opensnijden. En ik ga dat brood nu insmeren met een lekkere laag mosterd voor de pikante smaak. Tijd om het vlees om te draaien. En zie, dat moet hebben, hè. Schoon gekleurd. Het is nu heel belangrijk om het vlees van het vuur te halen en een tiental minuutjes te laten rusten, zodat alle smaken zich kunnen verspreiden in de stek en dat je alle sappen daarna kunt verzamelen om in het broodje te doen. En dan nu het moment van de waarheid, het vlees tegendraads snijden. De draad loopt zo, dus we gaan zo snijden. En alles wat je hier ziet, dat is pure smaak. En daar ga ik het brood nu indoppen. En zo kan dat alles lekker opslorpen. Oh, dat gaat roesten. Vlees erin. En een klein stukje blauw schimmelkaas verbrokkelen over het vlees, zodat dat een beetje smelt. En als laatste voor de frisheid, maar ook voor de pittigheid, goed veel rucola. En ik kan u verzekeren, als je een kater hebt of zo, zo'n broodje, dat gaat er altijd keigoed in. Nice. Kom aan, schiet dat af. Het volgende op de planning is een zetelhoekje maken. Maar bon, eerst mijn broodje opeten. Joe.